liggend op mijn rug in het gras der lage landen, kijkend naar de wolken in een trage glijvlucht, als de gebolde zeilen van Bontekoe en de Ruiter, schepen vol met specerij, zilver en eerzucht. Lage landen, lage landen, melk en honing, overvloed. Een grijsblauwe lucht wedijvert met de groene tinten van het landschap. Pittoreske huisjes staan op een eiland in een zee van riet en water. Veel water. Welkom op de zevendaagse fietstrip rond het IJsselmeer. Hier stond als het ware de wieg van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, beter bekend als VOC. En we zien dat de rijkdom van de Gouden Eeuw prachtige steden heeft voortgebracht, die nog steeds de sfeer van weleer uitstralen. Even een korte geschiedenis. In de 20e eeuw wordt begonnen met de inpoldering en afsluiting. En gedurende de Tweede Wereldoorlog is het IJsselmeer een belangrijk navigatiepunt voor de geallieerden. Tegenwoordig is het IJsselmeer het grootste binnenmeer van Nederland en fungeert het als waterberging. Het heeft een functie voor natuur, recreatie en handel. Deze fietstocht start aan het Fletcher Hotel, gelegen aan het Gooimeer. Het hotel is slim geïntegreerd in het oude vissersdorp en de kalkovens. Het fietspad loopt door een groene omgeving richting Naarden, een van de best bewaarde vestingsteden van Europa. Langs het waterliniepad fietsend, rond de vesting, heb je een mooi beeld van de stervormige verdedigingswal rond de stad. Het grootste deel van de vesting stamt uit de 17e eeuw en heeft 6 bastions, een dubbele omwalling en een dubbele grachtengordel. Er is meerdere malen om Naarden gestreden, maar door zijn stervorm was de stad uitstekend te verdedigen. De omgeving van Naarden was van groot strategisch belang, omdat het de toegang tot het hinterland bewaakte. Zeker in de 80-jarige oorlog heeft de stad het erg te verduren gehad. Op deze pentekening zie je hoe ingenieus de omwalling gebouwd werd. Van hieruit is het maar even fietsen naar het Muiderslot. Deze vierkante waterburcht stamt uit de 14e eeuw. De geschiedenis van het kasteel is niet met zekerheid bekend. In de 13e eeuw stond er vermoedelijk een tolhuis, waar later het slot verrees. Graaf Floris V maakte er een vierkant kasteel van, met op elke hoek een toren. Door middel van een ketting over de vecht kon de graaf tol heffen bij de langsvarende schepen. Sinds 1878 is het een rijksmuseum. Het fietspad loopt over de hobbelige herengracht langs de vecht. De eerste van de vele sluizen dient zich aan. Scheepvaart heeft hier altijd voorrang op het gewone verkeer en dus moet er al eens gewacht worden. Nederland heeft zijn naam als water- en fietsland zeker niet gestolen.
En plots rijden we langs het IJsselmeer, langs de huisjes van Durgerdam. Dit is een dijkdorp en heeft de status van beschermd dorpsgezicht. De huisjes zijn erg gegeerd door welgestelde Amsterdammers die het als tweede verblijf inrichten. In 1421 zorgde noodweer voor een grote overstroming van de Zuiderzee, de Sint-Elisabethsvloed. Om herhaling van een dergelijke ramp te voorkomen, kregen de mensen in dit gebied in 1422 de toestemming een zeedijk aan te leggen, die de Waterlandse Zeedijk werd genoemd. In de bocht van die dijk ontstond zo het dorp Durgerdam. Het veengebied rond het dorp Zuiderwoude werd in de 11e eeuw ontgonnen. Het is als ontginningsdorp ontstaan en is mogelijk een van de oudste dorpen van Noord-Holland. Hier heb je een prachtig uitzicht over het IJsselmeer. Het kleine vissersdorpje Monnikendam heeft met de klokkentoren en het waaghuis zijn authenticiteit goed kunnen bewaren. Volendam staat bekend als een vissersdorp met typische, authentieke huisjes. Rondwandelen is dan ook de beste manier om de stad te ontdekken. In tegenstelling tot de rest van Noord-Holland was Volendam grotendeels katholiek. Dat was niet het enige waarin de Volendammers afweken van de rest. Zij hadden ook hun eigen klederdracht en dialect. Hier ontstond de palingsound, welke je op de achtergrond hoort. Deze naam is een verwijzing naar de palingvangst. Ook typisch is het broodje gerookte paling. Hier heeft de replica van de halve maan zijn thuishaven. Het was een Nederlands schip van de VOC dat onder leiding van de Engelse kapitein Henry Hudson in 1609 de baai van de Hudson binnenvoer, waar later de stad New York ontstond. De zon schittert fel boven het blauwgrijze water. Wie aan Edam denkt, denkt direct aan kaas. In dit authentieke dorpje aan het riviertje de Eie vindt u ook knusse winkelstraatjes en gezellige terrasjes. Tot ver in de 17e eeuw kende dit stadje een bloeiende welvaart. Edammer kaas is al sinds de Gouden Eeuw een bekend exportproduct van Nederland. De zon schittert fel boven het blauwgrijze water. Op de dijk wijst het slingerende fietspad de weg naar het historische stadje Hoorn. Via de Veermanskade rijden we de stad binnen. Hoorn beleefde zijn gloriedagen in de 17e eeuw, toen het een van de belangrijkste centra voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie was. De stad was zeer welvarend
En dit is nog te zien aan de vele historische gebouwen, kerken en monumenten. Kaap Hoorn, het zuidelijkste puntje van het Amerikaanse continent, is vernoemd naar deze stad. Het museum is gehuisvest in een van de mooiste gebouwen aan het centrale stadsplein, de Rode Steen. Veel huizen dragen nog steeds de stempel van de VOC. De hoofdtoren uit de 16e eeuw werd gebouwd ter bescherming van de stad. Welke Nederlander is niet opgegroeid met de avonturen van de scheepsjongens Hajo, Rolf en Padde van Bontekoe? De vele windgemalen zijn een stille getuige van het nooit aflatende gevecht tegen het water. Op deze plek staat al sedert de 17e eeuw een molen. Na een prachtige rit komen we aan bij de 16e eeuwse toren, de Dromedaris in Enkhuizen. Nederlanders zijn gek op de gezellige terrassen langs de kade, dicht tegen een brug of sluis, waar het genieten is van de activiteiten die zich op en rond het water afspelen. Sluizen en terrassen gaan hier echt samen. Ook Enkhuizen heeft zijn welvaart aan de Gouden Eeuw te danken. Veel historische gebouwen stammen uit de tijd van de VOC. Deze gebouwen hellen iets voorover en de scheve voorgevels werden een bouwtrend. Doordat de bovenste verdieping zo ver naar voren boog, konden er via een katrol allerlei zware goederen naar boven worden gehesen. In het Zuiderzeemuseum kan je terug in de tijd. Palingnetten, rookhuizen en kalkovens brengen je naar de 19e eeuw, waar het leven verre van idyllisch was. In de haven liggen de typische platbodems. De kenmerken van deze boten zijn een nagenoeg platte bodem en een kiel die niet of nauwelijks onder het vlak uitsteekt. Een platbodem heeft in plaats van een kiel zijzwaarden.